paar momenten, of één moment dat ik bijna, nou ja, echt wel, dat we heel erg raakten. Dat is het moment dat hij met Elton John daar staat. En dat hij inderdaad wordt geroemd als singer-songwriter. Van de heer. En dan staat George Michael met tranen in zijn ogen. En dat doet je wat, omdat eigenlijk in de documentaire zie je prachtige beelden van de jaren 80. Mm-hmm. Het is eigenlijk opgebouwd aan de scrapbooks, de, noem je dat? De ja, plakboeken, van zijn moeder. Mm-hmm. Van de moeder van Andrew Ridgely. Mm-hmm. Dus je ziet een heel mooi romantisch verhaal. Maar je ziet ook een jongen die eigenlijk al in het begin tegen zijn maatje Andrew zegt van, luister gast, ik val op jongens, niet op vrije meisjes. Ja. Maar hij durft het niet tegen zijn vader te zeggen. Hij durft het niet tegen zijn vader te zeggen. En ontwikkelt een masker. En wordt daar een meisjesidool. En gaat daar helemaal in op. Ja, ja. En dan staat hij daar naast Elton John, die eigenlijk precies het tegenovergestelde heeft gedaan en altijd daar heel duidelijk over is geweest. En dan staat hij met tranen in zijn ogen, omdat hij wordt geroemd als singer-songwriter. Ja, ik krijg daar weer kippenvel van. Ik vond het echt heel mooi. Mooi, hè? En dat is meer dan alleen maar dat mooie romantische verhaal van die twee vrienden. Natuurlijk. Want Wham, voor de duidelijkheid, dat weet jij en dat wist ik en dat weten heel veel mensen, maar niet iedereen, is niet een bij elkaar geraapte boyband. Nee. Dit zijn vrienden. Ja. Die samen die executive was muziek wilde maken. Ja, ja ska-muziek maakte ze. Ja, ska-muziek. En wat ook wel, daar hadden wij het nog net over. Wham was eigenlijk Andrew Ridgely. En George Michael, die een kopie was van Andrew Ridgely, die dacht, maar dit is mijn idool. Andrew Ridgely was eigenlijk het idool van George Michael. En George Michael was een mollige kleine jongen met een grote bos met krullen en een brilletje. Ja. En super onzeker. En Andrew was, hier zie je het niet meer, maar was eigenlijk de knappe en de flamboyante popster zonder liedjes nog op dat moment.